We zijn een winkeltje begonnen waarbij we producten verkopen die de deelnemers zelf gemaakt hebben. Zelfgekweekte groenten, sieraden, kussentjes en nog veel meer van in en om de boerderij. Het nieuwe winkeltje van zorgboerderij Refaya biedt van alles aan. En naast dat het leuk is voor passerende toeristen, heeft het ook nog een zorgfunctie voor de deelnemers van de zorgboerderij. Sommige mensen die leren ook echt, leren nu dingen die ze altijd graag hebben willen leren. Mm-hmm. En je ziet dat sommige mensen, dat er heel erg veel creativiteit in zit. En dat dat nu naar buiten komt. Naast dat het voor de deelnemers een educatieve functie heeft, vinden ze het ook gewoon leuk om een winkeltje te runnen. Ja, ze vinden het heel erg leuk. Ze zijn heel erg trots. En vooral als iemand komt en iets koopt, dan laat ze het heel graag zien. Dit is niet het eerste winkeltje van zorgboerderij Refaya. Eerder al hadden ze een winkeltje verder het erf op, maar die liep niet zo goed. Dat gaat volgens Esther nu anders. Nou, nu op dit moment staat het ook echt aan de weg. Het is heel goed te zien en we willen daar nog verder uitbreiden dat je het nog beter gaat zien. Dan mooie borden bij en de producten die we verkopen zoveel mogelijk tentoonstellen aan de weg. En we hebben nu Facebook, dus heel social media. We hebben een Twitter-account ook waar we... En we schrijven daar blogs op. Dus de deelnemers zelf maken verhaaltjes over de producten die we maken, de dingen die op de boerderij gebeuren. En daarmee hopen we toch een beetje naam te maken en mensen hier naartoe te lokken.